Hey kijkers van Gameplay What Excel, welkom bij weer een nieuwe video en vandaag ga ik iets leuks doen en dat is vlogs terugkijken. Hele oude vlogs die ik vroeger gemaakt had met mijn neef en de beeldkwaliteit is niet al te goed natuurlijk omdat het met een oude camera is gedaan. Maar ik kreeg pas deze video toegestuurd van iemand en die zei, hey Gio, wat ben je veranderd, dit en dat. Dus ik dacht, misschien kan ik wel eens aan jullie gaan laten zien van hoe ik er dus vroeger uitzag. Tenminste, jullie hebben natuurlijk wel eens een keer foto's gezien. Maar hoe ik vroeger mijn vlogs deed en hoe ik ben begonnen met YouTube. Dit was toen ik trouwens 120 abonnees had. En hiermee was ik super blij natuurlijk. En ja, ik denk dat we maar gewoon moeten beginnen met kijken. Dus let's go. Ja? Ja, oké. Leuk kijkers van GameplayWhatXL. Welkom bij deze prachtige vlakte. Hoor dat stemmetje al gewoon. Hallo kijkers van GameplayWhatXL. Welkom bij deze prachtige vlakte. En ook wat dat haar, je kan het niet goed zien, maar ik bedoel, ik zei trouwens ook hallo kijkers van Gameplay World Excel in plaats van hey of yo, zoals ik dat nu zeg. Hey, Gameplay vandaag, we zijn, ja. Kijk dat haar, kijk hoe plat en hoe lang. Ik hoop dat het nu een beetje vooruit gegaan is. Ik hoop het. Maar even kijken. Koninginnedag hier in Rotterdam, bij de Koninginnedag Markt. Ik was op een markt. Nee, heeft geen naam. Laten we ook geen naam geven. We geven hem geen naam dit keer. Dit is de markt. Oké, nee. Dat valt er. Maar ja, wij. Kutgrap. Ja, we dachten dus laten we een spel kopen zodat we dat een nieuwe gameplay voor jullie kunnen maken. Dus we hebben Operation Flashpoint. Dat is. Operation Flashpoint. Van die game heb ik trouwens echt nooit een gameplay van gemaakt. Omdat het gewoon, ik kocht. Oh ja, we worden steeds afgeleid. Maar ik kocht die game, zeg maar. En ik speelde hem en het was zo'n kut game dat ik dacht van nee. Sorry. Oh, kijk, stoer. Oh. Ja, dus die gaan we waarschijnlijk zo spelen. En nou ja, daar gaan jullie nog een gameplay van zien. Kijk, onzeker. We zijn er met Dasher ook. Dat is mijn neef trouwens. Ja, ik ben heel sexy. Ja, ik ben heel sexy. Even serieus. Oh, maar hij is altijd zo geweldig mee. Maar. Ja, hij wil eten volgens mij. Dus. Kijk hoe afgeleid ik ook raak. Ja, hij wil eten volgens mij. Mag ik niet? Ja, ik kijk de hele tijd achteraan omdat ik gewoon niet weet wat ik moet zeggen. Ik wist toen, ik had geen enkele ervaring met commentaries te doen en ik wist gewoon niet wat ik moest zeggen. Dat had ik altijd vroeger. En dan ga ik gewoon zo'n beetje zo van. Het is hetzelfde dat ik nu van, ja. Ik was camera schuw of zo, weet ik veel. Ik weet ook niet waarom ik ooit met YouTube begonnen ben als ik hier naartoe kijk. Hier, kijk, we hadden van het onderwerp af. Ja, ik wil het wel vertellen, maar ik weet niet meer wat. Het is echt trouwens echt ganzig geluid op de achtergrond. Nou ja, ik ben dus. Kijk, als je zo mijn hoofd ziet, mijn haar zit zeg maar gewoon zo plat. Zo plat. En ik heb hier een blauw oog en dat verhaal ga ik straks uitleggen, maar daar kan je echt geen reet van verstaan. Want wij dachten, ja, dit kan je goed verstaan, camera heeft goede microfoon en zo. Het is trouwens echt een heel, heel mooi gezicht. Toen zaten we daar zo en toen dachten, oh ja, is een goede microfoon. Maar even stond te laten krijgen in de reet van, maar dat zie je straks. Gio, Picobello. Ja, Picobello, ja. Ik vond het helemaal lauw om mezelf te laten zien. En, oh, loopt een man daarachter. Gewone wild! Gewone wild! Kijk ze gaan! Oh, dit is echt ganzige neuk volgens mij hoor, ik weet niet, maar Dit is het einde van het filmpje. Tot de volgende keer. Oh, voor mij zijn ze boos op ons. We zeggen tot het einde van het filmpje en tot de volgende keer, maar we gaan straks gewoon ineens verder. Dus dat klopt ook eigenlijk. Oh, kijk deze edits voor de kijkers van dit filmpje die het blauwe oog van Gio hebben ontdekt. Hier volgt de uitleg van het slachtoffer zelf. Oké, toen hadden we wel geile humor en zo. Ja. Maar gewoon ineens random zo'n movie maken. Kijk. Een blauwe oog is dus ontstaan. Omdat ik. Hoor die ruis! Ja, we waren aan het voetballen. En. Toen met Pakistanen en die. Nou ja, het is dus een verhaal. Ik had zeg maar een blauw oog gekregen op dit oog. En dat was omdat ik een kopstoot had gekregen tijdens het voetballen van een Pakistaan. Deed er niet toe, maar daar maken we straks ook een grapje over. Die schuimde dat altijd maken of zo. Dus die schuimde zo die bal af. Ja, dat is, maar je verstaat er geen reet van zowat. En de beeldkwaliteit is echt kut. Gewoon totaal geen scherpte. Dus ik ga even verder. Oké, dat was het.
Op dit moment voelde ik me echt heel, heel cool dat ik gewoon op straat liep en dat ik gefilmd werd. Toen was het echt zo van, wow, ik doe aan YouTube, ik ben populair, dit en dat en... Oh, die gedachten die ik toen had, krijgen we eraan. We gaan het nu gelijk vertellen of... Kijk hoe ik ook loop. Oh, oké. Okay. Oh, wacht. Dan, ja. Ik vertel die trouwens over mijn partnership. Echt heel duidelijk en zo. Ik mee en binnenkort gaan we totaal niet recht in de Minecraft camera. Minecraft livestream houden en nog wat meer dingen. Allemaal grote plannen, is haast nooit ervan gekomen. Weet ik het kijk, niet. Kijk, kijk. Hier kijk ik heel erg langs de camera, omdat ik zeg maar bang was dat iemand anders mij nu zag. Van, oh shit, ik wil niet gezien worden. Dus dan is het eigenlijk weer zo'n dubbel gevoel van, oh ik vind het luid dat ik gefilmd word, maar ook weer van, oh ik wil niet gezien worden, ik doe aan YouTube, ik ben raar, dit en dat. Die gevoelens had ik zeg maar in het begin. En daar zullen nu nog wel heel veel andere jongens mee kampen. En dat zijn gewoon de begingevoelens van YouTube, van, ah ik doe aan YouTube, ik ben gek. Oh nee, ik kijk, 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 oh daar loopt iemand de straat uit, zeg ik zo. En toen wilde ik snel de volgende eindigen. Op alles op die tegels. Ik voelde me trouwens helemaal cool met die broek aan en zo. Daarom had ik die expres aangedaan. Voor een kerk. Kerkschendingen. Want dit was in Rotterdam. Ja. Wauw, gewoon wauw, what the fuck. Zo was dus mijn eerste vlog. En ja, dit is echt eigenlijk een video die ik een paar keer naar mij toegestuurd heb gekregen van jullie. En ik weet niet wat jullie ervan vonden. Ik zal trouwens het linkje van de vlog in de beschrijving zetten. Dan kan je hem zelf ook even terugkijken. En hij heeft nu iets van 36 likes of zo. Of 12, ik weet niet, één van de twee. En ja, toen waren we daar helemaal blij mee natuurlijk. En dat was echt de bom gewoon. Maar ja, in ieder geval, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Dus bedankt voor het kijken en ik zeg later.